jij wilt een brug bouwen. Van hier naar daar. En van daar, ik weet niet naar waar toe. Volgens jou, als jij die brug bouwt, ga je die verkiezing winnen. Bosje dacht ook hetzelfde in 2000. Amma bouw abrokja, hier kon er failliet. Precies midden van die brug wouden ze hem naar beneden gooien. Luister nou vriend, je irriteert ons al. Je irriteert ons met die domme dingen wat je doet en wat jij ontwikkeling noemt. Dat is geen ontwikkeling voor ons. We willen nog steeds visumvrij reizen naar Nederland zoals je had beloofd. We willen nog steeds een koers onder 7 SRD hebben. We willen die buitenlandse investeerders zien. Mijn vriend, waar zijn die dingen dat? We willen geen brug. We willen geen vrienden zijn met die Guyanese. Want ze willen ook geen vrienden met ons zijn. Anders zouden zij die brug naar hier toe bouwen. Hoe zou je effectief... Hey, Jezus Christus, mijn man. Later. De school van Sarah Creek. De school van Sarah Creek is momenteel bijna een maand is begonnen. Maar ze zijn niet voorzien van een schoolhoofd. Dus wat in ons staat, dus ik vraag de regering hiervoor om een schoolhoofd daar te kunnen plaatsen, omdat u kan wel begrijpen wat ik daar kan kunnen afspelen. Mensen, als de kat van huis is, dan dansen de muizen. U kan wel begrijpen wat ik daar afspelen. Nee, we gaan nu weg, ja. Hey. Nee, we gaan met onze oude vrienden, want ze moeten wel zetels halen. Begrijp je? Kijk wat er gebeurt. Vandaag van de dag kost het straks van mijn 10 SRD. Hè. Vanmorgen liep ik aan het werk en ik huilde innerlijk, ja. Omdat ik bezig ben gebouwd. Maar u gaat het nog moeilijker krijgen als we niks doen, als we deze regering niet weghalen. Er moet een nieuwe regering komen. De VHP zegt we gaan in de leeuw, we gaan zelfstandige verkiezingen. En met onze vrienden gaan we zeker het land redden. Maar iedereen moet hard gaan werken. Gelukkig zie ik dat andere partijen daar aan het lopen zijn. Want wij lopen dag en nacht, we werken dag en nacht, mevrouw. Maar als u niet stemt, thuis blijft iemand die, begrijp je? Dus toch maar, we gaan deze regering moeten weghalen. Het land breng je uit de crisis met de andere regering, niet met deze regering. Helder. Dat mag voor je dat je op je eigen rug gaat en voeren. We gaan een toekomst creëren voor dit kind. Ja? Ik ben nu op de boot, ik ben nu bezig met mijn broertje om dingen te maken. Dank voor je. Hoe gaat het? Vaigo. Ja. Vier maanden, ik word ook voor haar regering. Ook voor haar regering, 4 maanden tijd halen we het weg. Ja, en het gaat nog erger worden. Nu is mijn salaris alleen voor mijn vaste lasten hier. Ja. Hoe moet je leven dan? Water, telefoon. Als je voor me niet helpt met dit in een film. Ja, dat is verschrikkelijk, man. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil even corrigeren dat ik had een interruptie aangegeven dat er 25 hectare grond uitgegeven is en dat het ter verkoop wordt aangeboden. Ik had me vergist, voorzitter. Het gaat om een perceel van 100 hectare, vorig jaar aangevraagd. Nauwelijks een maand geleden toegewezen en het wordt verkocht voor duizenden euro's, zonder dat het in cultuur is gebracht. Daarover hoor ik niemand praten, voorzitter. Integendeel zegt men, we moeten meer geld geven aan GBB, zodat gronden die jarenlang waarop mensen wonen, dat ze eindelijk hun bereidsverklaring of beschikking kunnen krijgen. Maar andere grond, Sabaku-project, binnen een maand 500 percelen zijn uitgegeven. Was er toen geen extra geld nodig voor GBB om dat te kunnen onderzoeken? Daarover komt niemand op. Niemand zegt iets daarover. Voorzitter, maar men komt wel op voor grondroof wanneer mensen hun landbouwgronden bewerken. Dat men aan veeteelt doet en het wordt afgepakt voor bebouwing en bewoning. Waar men hier zegt, middels grondconversie gaan we landbouwgronden verliezen. Dan wordt het... Duizenden hectares kregen bestemmingswijziging van landbouwgrond naar bebouwing en bewoning. Daarover praat niemand, voorzitter. Terwijl dit de zaken zijn. Hoeveel beschikkingen zijn niet teruggedraaid? Hoeveel beschikkingen zijn niet bij de rechter aangekomen waarbij ze hebben aangegeven? Het kan niet, het mocht niet uitgegeven worden. Laat dat ook naar voren komen, voorzitter. 2500 vierkante meter waarop men heeft geïnvesteerd, jarenlang heeft gewoond.
Als zij daar niet hebben gebouwd zouden hebben, zou die klapperwaarde nooit omhoog gaan. En nu wordt er gevraagd dat zij die klapperwaarde betalen? Nee toch. Laten we logisch en realistisch blijven, alsjeblieft. Dus voorzitter, laten we die lijn doortrekken wanneer we opkomen, zogenaamd opkomen. Ik kan het beamen dat dat de waarheid is. Dat wij als regering, niet alleen deze regering, maar verschillende regeringen, hebben uitgiftes gedaan van gronden, van projecten, maar ze zijn niet bouwrijp. Kijk, er zijn verschillende beleidsgebieden. Ik ben GBB-minister, ik moet ervoor dat die mensen beschikking krijgen. Maar dan heb je weer andere ministeries die in moeten komen met infra's, die in moeten komen bijvoorbeeld met elektriciteit. Dus niet alleen GBB is hiermee belast, maar ook andere beleidsgebieden. Het beleid nu is dat we voorlopig geen nieuwe projecten initiëren. Er zijn projecten die jaren daar liggen, mensen die zelf individuele aanvragen hebben. Dus die oude aanvragen zijn we bezig dan om te behandelen. Dus voorlopig geen nieuwe projecten, maar werken aan de oude aanvragen die jaren daar liggen. En zo gaan we proberen om beetje bij beetje de mensen die rondlopen met een beschikking te helpen dat ze daadwerkelijk kunnen komen aan de percelen. Vanaf vandaag is er een ander gameball. En dat is namelijk, ja, waar Surinamers het moeilijk hebben en hoop dreigen te verliezen. Hier is hoop, hier is geloof. Maar daartegenover, om al deze inkomsten goed te kunnen monitoren, om al deze inkomsten goed te kunnen verduurzamen, heb je een serieuze regering nodig. Heb je een betrouwbare regering nodig? Heb je een integere regering nodig? Heb je good governance nodig? Een regering die zorg draagt dat die inkomsten een deel gespaard wordt en spaar- en stabilisatie voor de volgende generatie, voor diversifiëren van je economie, voor ook investment in gezondheid, in veiligheid, in onderwijs, in agrarische productie, maar ook nu een deel van de inkomsten gebruiken voor het volk, dat er verlichting komt. Maar ook namelijk dat onze schuldeisers betaald worden, zodat onze kinderen kunnen opgroeien in een schuldvrije samenleving. Maar tegelijkertijd het geld gebruiken om sterke samenleving te maken. Resilient community, sterke gezinnen. En daarvoor moeten we goed beleid hebben, goed bestuur hebben, goede regering hebben. Wij gaan ervoor. Wij hebben de basis gelegd als deze regering. En wij gaan ervoor zorg dragen dat ook in die fase van exploitatie, wij verantwoordelijkheid gaan krijgen. En we gaan het volk uitleggen waarom het nodig is om door te gaan met een regering die duurzaamheid kan garanderen. We moeten ervoor waken. We moeten ervoor waken dat we geen regering daar zetten die direct onze bronnen gaat verkopen. Die aandelen van staatsolie gaat verkopen. Want dat was al bijna gebeurd. Dat men de blok 58 verkocht had voor 500 miljoen Amerikaanse dollar. Terwijl het nu blijkt 20 miljard US dollar waard te zijn. We moeten waken dat zulke regeringen niet daar komen om onze belangen te gaan verkopen. Om onze aandelen te gaan verkopen, om onze bronnen te gaan verkopen. We hebben daar een regering nodig die zorg draagt. Precies zoals de grondwet dat zegt. De natuurlijke hulpbronnen behoren toe de natie toe. En dat de natie Suriname hiervan zal moeten profiteren. Ik heb de directeur van staatsolie gisteren en vandaag weer gezegd. Hier is de informatie nu. Maak uw team en laten we kijken hoeveel geld we vooraf kunnen cashen. Op front om verlichting te brengen in onze samenleving. En nogmaals komt de persconferentie. De regering feliciteert de Surinaamse samenleving. En de regering zal ervoor zorg dragen dat datgene wat het volk toebehoort, de natuurlijke hulpbron, ook deze olie, op een verantwoorde, op een duurzame wijze aangewend. Jogi is sterk in als het gaat om een goede mening als het gaat om gronden en hoe gronden afgepikt kunnen worden, daar is hij sterk in. Maar ik geloof, hij heeft die wet niet eens gelezen. Jogi is sterk. Die paal is zo snel geheid, zal je. En met diezelfde snelheid gaan we die brug bouwen. Er is haast. We hebben haast. We hebben haast omdat we ontwikkeling willen brengen in dit gebied, namelijk Kabalebo met de leefgemeenschap Apura, Washabo section. Maar ook toe dat een leefgemeenschap voor Nikeri met een leefgemeenschap voor Kabalebo. En dat na een functie voor Abroji. Atrasana.
God zij met ons Suriname, hij verhef ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Werkend houden we in gedachten, recht en waarheid maken vrij. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardij. Oppo kondre mang u oppo, sranang grong e kari u. Once opeta ta komopo, wimu seti kondre bung. Strede vstrei wino sa frede, gadore wi fesima. God zij met ons Suriname. Goedenavond, 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 mensen. Alas, mame barwam, bigi odi. So, Fafunu, waar usap taki, allemaal kijken, Elfriede, Suma de Moro, misschien zijn bepaalde mensen nog niet wakker, maar natuurlijk, usap tak tide na dee, mi kombak afkon joam chintori na unu, maar alvorens ik verder ga, wil ik aan ieder die een familielid verloren heeft, wil ik condoleren of iemand die jarig is, versteri, asma, en misschien wel mooi aanvallig aardig zat hij de baganna. En deze familie dat hij ook toe is, renang, ik denk nou welke dag C of welke dag A, in ieder geval in Paramaribo, dan wijst de familie dat ook toe heel veel sterkte. Maar natuurlijk, hoe zie je een intro voor mij? Samsa, over bepaalde fragmenten van Missouri. En dan, in principe bijna, in principe mij wat ik over die fragmenten. Dat die Ernestina Westerlo, goedenavond, groeten uit Vlaardingen. Ja, groeten terug. Wolfjager, groeten terug. Alles was hij bar odi terug. Wel, als hij heat in haar kon, als aan de heat. Als aan de heat, verschrikkelijk. Ja, prachtig zongen natuurlijk. Na Adamo DC is mij opgevallen. Bijna al 2 jaar terug toen, of 3 jaar terug, die regering bij Konja zo. Chan met zijn bende. Bij Konja die de wing zingen een volkslied. En Adamo DC kon zorgen voor een volkslied. Hoe ze er nou eigenlijk is zingen. Dus dan heb ik het gelijk opgeslagen. Ik dacht van nou, dan blijft het gelijk in mijn archief. En dan laat ik altijd zien van hoe het eigenlijk hoort als je het Surinaams volkslied zingt. En als je het Surinaams volkslied niet weet te zingen, dan berekent dat je naar roof je kon of kon roof. Want ik heb het ook de man bij laf de man voor oranje ook toe tijdens een week. Dan ga ik dat de man is op zingen de Igi volkslied. Dus vandaar dat altijd met dat jongen, als je volkslied niet kent, kan je land ook niet eren. En dan kan je ook niet naar geweten, eer en geweten, werken en presteren. En je zingt een volkslied voor Suriname. Dan heb dat jongen, het is in je hart gegrift. En dat is op dat in doel ook voor Suriname en voor community. Toch? Maar, de oeluku go oeluku go, om een schandaal vinden plaats. De schandaal lijkt gevaarlijk.
de schandalij zodanig dat meneer Zapemi moest beginnen. Maar moet beginnen naar de man voor een protest voor last. Naar de onderhandelingen voor de vakbonden. Maar een gesprek naar een man idee. En een gesprek met deze taki. De vakbond. De man bevindt dat hij maar druk in een foto. Waarvan hij vindt dat hij ben druk. Want dat ze zo belang hebben dat weer dat. Zoals ze maar zeggen ook die overheid. Dan weet ik veel kantoren, je vrouw, atoso. En een doorsnee burger. Nog bij dat. Omdat een doorsnee burger vindt dat hij. De vakbond nee, ik op die a burgerij, schreef hij. De vakbond ik kom op die den, schreef hij. Maar de mij karasani wang motie. Wel, petitie teken. Ja. Motie. Wel. Misap taki te je dik. Omen sani kan gide sa. Nee, in serena alasan de mij gie wane winsi. Asana wang motie. Te je diken wang motie dan. Dat je met die dat je vakbond, dat je teken wat minister van de man kara maar motie, de man horen dat maar pe a wantrouwen de. Want baka motie, ik ben put die motie van wantrouwen. Maar de man put motie van wantrouwen, dus in principe is het een deugd niet, is dat toch? Tide baka nasi bureau, de man habi een final of one comma kandra baka na nga regering. En dan, mi eshi tak yon asansa regering en tak dat toch? Taki a vakbond. Alki bong sa regering taki sa minister taki. A minister taki de vakbond no wani taki den BTW moes schaf af. Dat a minister taki. En no wan de vakbond no spreken tegen. En dat valt mij ook een beetje op de borst. Want de man taki, vakbond taki, ze willen verzachtende maatregelen. Dus. Dat betekent dat de vakbond no keur a BTW af. A vakbond no keur a BTW af. Is dat toch? En doordat a vakbond no keur a BTW af, toch? Wil zeggen dat de regering vrij en blij gewoon lekker door kan gaan. Toch? Dus altijd met die hoek bij mijn bribi in a vakbond. En de vakbond is dan 3 jaar ik ba. De vakbond doen 3 jaar ba. En als de vakbond doen 3 jaar, dat betekent van taki, de man en yang abami, zonder fushi na nga chomen zonder fushi. Is dat bito? En tede man en yang abami na nga chomen zonder fushi, de man taki tede na wang programma sa mi volg ifo. Ja, we hebben niet gegeten, uno yang chomen, uno yang disi. Prada, You chomen da also de mapotengi ikbana also. If you go to abstract like vakbond, you go gi a totale Surinaamse gemeenschap. Toch? En a eerste day die de vakbond koma kandra, da mishi ikbata ki structuur no de in de vakbond. Mishi in Paramaribo, mene salons na gwa groep in a centrum fu Paramaribo. Da gwa megafoon, e bari ye. Dan misschien dat pena say hello, want to man dat pena say hello, dan een hoog hart hebben dat pe yeah. Luister dan. Wanneer gaan wij nou uiteindelijk leren wat centraal is? De vakbonden hebben elkaar gevonden, maar niet op één plek. Pas de tweede dag hebben ze elkaar gevonden op één plek. Dan ga je naar ik zeg, je hebt te lang genoeg, het volk heeft te lang genoeg gesproken. En bepaalde vakbonden hebben te lang genoeg gesproken om nu weer een motie te gaan indienen. Toch? Nou, ze zijn daar degelijke chowmen-vreters. Odi iedereen. Of Scotty. Scotty lang. Amin no shiyang om iemand. Scotty lang. Je hoort bijna niks. Laat me even kijken. Ga even kijken op de microfoon. En nu? Misschien iets beter? Hoor je mij misschien iets beter? Kom je potent aan microfoon tomorrow?
Ik denk dat het waarschijnlijk leider is. Ja? Laat me even luisteren. Laat me even meeluisteren. Ja, want ik hoor mezelf wel een beetje luid. Misschien ligt het aan jouw apparaat, want ik heb volg het even. Hallo? Ja, oké, okay, nu beter. Oké, okay, super. Super. Dank jullie wel dat jullie dat zeggen. Dus, een vakbond gaat op straat. En de vakbonden, nog in deze revue eerste die, ik zal me betekenen, maar ik begin dat bij een salons bij de lange wantoe maakt minder in de foto. Ja. Salon, meneer Hooghart, de lange wantoe maakt naar CLO. Luister dan. Wanneer je gaat beginnen, wanneer je echt daadwerkelijk wil aantonen dat jullie elkaar gevonden hebben op één vlak, dan zijn jullie samen op één plek vanaf dag één. Maar wanneer dat bij Wanda komen wijnen, Wanda Marowijnen, Wanda Sipaluwini, misschien was een strategische opzet, maar ik bedoel, dat werkt niet. Bijna drie na week, nona drie na half jaar week ook, maar dat de regering is een teisterig samenleving. En de vakbonden, de man zit toe vanaf dag één, de vakbonden moest tegen de man, die zegt, mijn man, je kan konen aan je IMF-programma, maar aan een roko. Als je konen aan je IMF-programma, wil je maar kondre. Dat betekent dat onze vakbonden in Suriname, mensen, brengen aan het zaak, nu hebben we het ook toe voor de inkomsten, naar de uitgaven van Kondre. Dan is het zoomen naar IMF. Dan kan de, omdat mangere betakie, tak, dit is een ander IMF, dus dat hebben wachtig voor lukken soort IMF, nee. Maar IMF blijft IMF. Toch? De man moest voor ben konen, maar kan er om me langer. Kons dong, dan de man betakie wel lang. Maar tweede fase, dat de man gaat samen en de man gaat... ...nu een motie, een soort motie. Nee. Is het motie van wantrouwen? Is het motie van Fusaka prijs? Luister dan. Het is genoeg geweest. Vakbonden. Ja? Tjou mijn vrienden, het is genoeg geweest. Ja? Het is... genoeg geweest om mee te doen met het tergen van het Surinaamse volk, dan alleen maar voor de ambtenaren op straat te gaan. Wat is de ambtenaarbusiness? Je stak een doorsnee burger. Surinaamse burger nog op straat. Omdat de man heeft vertrouwd, de man ligt van de man heeft vertrouwd, de school toe. De, wacht, iemand belt me even. Ja. Oh, even hoor, mensen. Om tegen mijn stuur mijn bericht. De vakbonden komt op straat is 6 revie. In alle de periode zijn we bij Queens die samenleving. Toch? Die de prijs kon sky high, koos en kring. Zo bla 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 bla. De vakbonden bla bla bla. De mij leg uit. Luister dan, Surinaamse samenleving, jullie moeten niet in een hoera-stemming zijn. Jullie moeten niet in een hoera-stemming zijn, want in een hoera-stemming, toch, wil niet zeggen. Huh? Een hoera-stemming, een Afrika taki, de vakbonden, oma zit wansani. De oma zit niks. Ja? Met taki tego, utak genoeg, go one shot. Tego play one play in a golf go play gelijk, no so last year golf go winnie. Maar de man die zie a golf go play gelijk, dat de man play gelijk, dan de man go look op a fout de baka. Toch? Ik neem ze heel erg kwalijk. Af als van de man zitten. Neem ze taki ook toe. A minister taki, zei de meka BTW go up. En de man moest op het BTW, een regering en last money. De man is een kondre en last money, een gemeenschap en last money. Een regering, want een man is de salaris op BTW bij de ambtenaar. Dus daarom moet de ambtenaar gaan naar strategie en schrijven. Je verstaat Tori toch? De vakbond gaan naar strategie de ambtenaar. De man gaan naar strategie een kleine man. Maar natuurlijk. Kan dat de kleine man ten goede komen, maar de man ook niet in zijn revie.
omdat die minister Taki van Financiën, Taki, heeft de man een heffa BTW, de man een paar de ambtenaren, de salaris voor de ambtenaren. Dus dat is een probleem. Dus ama ego om een ambtenaar bestuur voor zijn dat de man dat moest kiezen money. De man is spanning aan doorsnee burger. De man is pang nanga ador snee burger. En de man is pang nanga ador snee burger. De hem sabik bataki unu no dateri. Ja? En a minister betaki 1800 SRD. Als er een gemeenschap kiesi die regeren die si. Be beloof fu amoni. Fu gidesma alamu a 1800 SRD. Wel. Om eens maar meer reclame dan ook kiezen. Ete. Dus weer een leugen. Dus die man wan pura money naar de potisme anu. Toch? Voor kan pay de salarissen en voor kan passen €1800 SRD. 1800 euro. 1800 SRD erbij. Voor kan gidesma afin finwang. Toch zogenaamd. Nanga akarta money sa de man beloof. Ja? Brada, ik moet eerst zien, dan geloven, want onze vakbonden, die zijn gewoon slappe janissen. A chowmen, vast in de man goro goro. Maar natuurlijk, onze taki, want toestaan vinden plaats ook toe. Afgelopen vrijdag. Wang. Het is geen natrap hoor. Het is wel omdat hier grond te poeieren. Men moest dat even. Maar volgens mij komt op een pis dat hij. Ik kies een vingertip op mijn vinger. Voor een sma uit Suriname. En bij deze wil ik sorry tegen die persoon zeggen dat mijn takkie hou je bek. Of je moet je bek houden. Dat bij de mevrouw. Maisha Neus, Mange Taktide. En we hebben het even uitgesproken. En ik heb sorry tegen haar gezegd. En ook toen met de tak, hey, sorry dat apis dori dat bij waka. Tak mi taki, hou je bek. En ze vond het niet zo leuk. En natuurlijk, if Anna vindt het leuk, dan als ma Jimatori dan Utakatori uit even. Dus dan met begin parkeratori dat hij, dat kind komt uit het hart. Hoe kan kon werkelijk. Dicht bij Makandra, Fuka Luku, Fauka, Chawan Boonserana. En Manga Gregory Wijn gaat met Takatori dat ook toe. En ik heb hem begrepen. En natuurlijk, plooien zijn op dat gebied heel glad gestreken. Omdat we wel van mening gaan verschillen van elkaar. Dus bij deze. Padawe Gomorovara, Taki, Yeshi Taki sa president Taki toch? Na Apura. Broodje moest met je snel. Broodje moest met je vallig snel. En van broodje nog met je snel. We hebben haast. Ja, jullie hebben haast. Ja, omdat 3,5 jaar lang je take a money. Voor a people. Je go jola naar a money. Je go sick billen naar a money. Je go nakte tee naar a money. Je go voer naar a money. Of zij je go doen naar a money. Je vrouw koiri. Je go pot wave. Pot omen disi. Pot omen dati. Om een corruptie hier, corruptie daar, corruptie zo, ja. Ik ga naar Dubai, om een miljoen. Minister voor Volksgezondheid, bel om een money. Ja. Dan nou, je kan have a BTW tap a people. Dan nou, je kan taki, you abi haast. Ja, je hebt nu haast, ja. Maar, het is alleen maar een brug bouwen. Wat gaan die mensen eten en drinken? Je bouw een broodje van de monyang. De passie nog meekie van de monyang. Het is wel een begin. Dat je bouw een broodje, het is je plicht. Maar je moet het niet gebruiken als politieke steun. Zodat je die mensen hun stem kan krijgen. Meneer Santoki. Die Indianen. Daar. Ik hoop dat ze hun verstand gebruiken. Dat ze het niet moeten zien als een gift wat de president doet. Ze moeten het zien als een verplichting. Omdat die boten ze,
altijd wordt rijk op bakken naar deze reden aan hoe bouwt is. Hoe kan dat zo wanneer? Die bezig was het land te ontsluiten dat hij maar bevindt naar geld voor gooien. Nou, dan had je beter niet op reis geweest. Want dat is geld voor gooien. Want die bouters hebben go op reis. Toch? Abe konangang, abe konangang, nang een project aan man bekong en aan man bevoed een project uit. Om mijn lazy bouters zo nog goed op reis dat man ook konangang was aan die. Om mijn lazy tegen me, suma kan tegen me om mijn lazy bouta gwe, dan aan man die bakondra man gwe, dat man ook konangang was solution. Wie is voor alibi bo taino? Bouten ze bo apwa model voor loes en voor zitting. Toch? Maar een president die kiest ervoor om geen schulden te betalen. En kiest ervoor om naar de IMF te gaan. Waarvan we niet naar de IMF hoeven te gaan. Toch? En daarvoor kiest deze president. En daarvoor kiest deze regering. Daarvoor kiest deze regering tot totaliteit. De regering ABAP. Een VAP kiezen hier ervoor om het volk te pinaren. Toch? Dus een VAP dat je allemaal haast. En als je op haast, dat betekent dat arke mensen, een president go koiri, de maat dat money no bende. Maar money bende, dat we allemaal sabi niet op de app uit de mouw. En bij die BTW die ze willen heffen, ja, willen ze die brug gaan bouwen. Dat is die plan. Dat is het plan. Ze willen een brug gaan bouwen met die BTW die ze nu gaan heffen, wat ze ook niet gaat lukken. Ja? Dat is het plan. Imluku taki, president taki huizen bouwen. De man op begette, de man begint wel net huizenroof. De man is bezig aan een huizenroof. Dat wel de man sabi. Een perciele roof, gronde roof. Dat wel de man abi. Dat de man bij ap moro haast. De man bij ap haast voor te ontwikkelen. De man bij ap haast voor roof. En die moet moro roof o roof. Moro roof o roof. Gaande de weg aan einde voor de man is en nader. De man sap tak de man ook moro de man roof. Arkino. Me volg, me go even mijn wij even af. Me volg Cliff Limburg even. Het is geen natrap hoor, maar het is wel een vingerwijs naar onze politicusten in Suriname. Me volg een zware discussie, Frida naar Limburg. Iedereen weet een beetje waarover het gaat. Soma sap over Saigo, want Soma bel me. Wie weet waarover het gaat. Soma kan tegen me. Want if we follow Limburg, sap over Saigo. Want this man die deja moest voor sabi. Luister dan. Utakino. A discussie voor Hikmat Khan. Voor Hikmat. En als aan dat stormy weet. Maar ik wil een sein geven naar alle Surinaamse politicusten. Ik wil jullie vragen om de diaspora niet te desavoueren. Om de diaspora hoog te houden. Reden waarom. Wij zijn geen God. Wij zijn geen God. Maar de diaspora levert bijkans 1 miljoen euro per maand in Suriname. Ja, help me met de opbouw van Suriname. Dus wij eisen ook dat ze ons met respect behandelen. En als ze tegen ons praten. Dat ze respect tonen naar ons als diaspora. Wat ze zeggen. Omdat wij als diaspora, we hebben nu één ding gemeenzaam.
beklad je ons negatief waarvan wij positief zijn, zijn wij in staat daar in protest te gaan. We zijn in staat in protest te gaan, al hoe dan ik jou zo goed ken, zal ik je erop aan moeten wijzen van brada sayu takdape of sayu do dape aan een uroko tegen a diaspora. A diaspora fuseranang, zijn die in Europa of in Afrika of in China, ze leveren bijdrage naar in familiaire gezinnen, in vriendenkringen, voor die man kan overleven in haar kondre, met begonu. Hoe gedraag unu? Una kos a diaspora lek va de man via pibe kosi den diaspora. Dan a de man fu abo be kos diaspora. Dat una mus be mooi in Surinaamse aangelegenheden. Maar wel willen jullie wel gelden van de diaspora ontvangen. Jullie willen wel dat de diaspora ondersteunt in Suriname. Wij zijn geen heroes nogmaals in Europa. Maar we werken keihard. Wij gaan de deur uit bij wind en stoten en vlagen en sneeuw en storm. En daarom ik me aan Barono. Nogmaals. Hoe sabi sawetaki tegen wan diasporan? Ja, hoe sabi sawetaki? Maakt niet uit of nou hun die staan in diaspora. Maakt niet uit of nou een Creole hun diaspora. Maakt niet uit of nou een Japanese diaspora. Maakt niet uit, zolang er nou een diaspora zijn in Europa en aan mijn leveren kritiek, omdat er maar abe sma in Suriname, er maar aan combatte beri in Suriname, er maar abe verleden in Suriname, er maar roken in Suriname, er maar draag een steentje bij voor pot van paal met van paal prani in Suriname, om sap zou het taki. Wat a hinder me. A hinder me worried. Omdat als we kijken naar de grondconversie, dat alle de man die ding de politieke partij BEP, NDP, noem maar op, sans doe je naar oppositie, nou wat man nog schrijft van briefie, via het categorie naar constitutioneel hof, of weet ik veel soort hof, voor bestrijd autoridisi, dat mijn ervaring taki uswaki. Dat hek mat op recht voor tegen in Sarana dat uswaki. Want jullie laten het gaan voor 2025. De mantaki, jullie laten verder de wild, het wild groeien. Het gras wild groeien. No wamano taki over een melkor of wet. No wamano schrift, no wamano briefie. No wamano take actie. Huh? Jullie laten de duivel verder zijn tentakels verspreiden over het hele land. Omdat, ja, we zijn bang. Nou, je bent erkende politieke structuur. Ga maar doe het op een nette manier. Toch? Maakt niet uit wie is een rechterlijke macht of de man. Maar je soort volk, taki brada, wij hebben het gebracht naar de groene tafel. Al komt er niets uit. Maar je moet het doen. Nooit geschoten is altijd mis. Dus jullie zijn een beetje gewaarschuwd. Mensen en diaspora in Nederland zit kritisch te kijken hoe zij behandeld worden. Wij willen niet meer behandeld worden als 3,5 jaar terug voor het eerst in de geschiedenis. Ja, misschien ben ik die andere jaren vergeten, misschien is het ook zo gegaan. Maar politicus te inserenang. Umsap sawetaki. Ja? Dat is wat ik even wilde bijvoegen. Voor sa hinder me. En a hinder me wreed. Omdat sma bel me. Sma tei me taki bejompo. I bejompo links, I bejompo rechts gamang. I bejompo links, I bejompo rechts. I betakso. I potama in positieve zin. Luku sama i doen nga uno. Maar natuurlijk ben ik niet verantwoordelijk daarvoor. Maar ik wil wel een statement maken dat we daarmee moeten stoppen. En ik heb wel mijn contact gebeld die uitspraken heeft gedaan bij Limbo. Om het te corrigeren en het recht te trekken. Want wij
eisen wel een rectificatie. En een terechte rectificatie. En ik maak kan is een Surinamer. En het treft alle Surinamers. Want als ik ook kritiek kon hebben of zou hebben tegen wie dan ook. En die mij zo ook zou bespreken. Ja, dan zei het zo. Dan zou die persoon zich ook moeten verantwoorden of zich zijn woorden terug moeten trekken. Nou, iemand zegt hier. Dat is wat ik, meneer. Ik zal die naam noemen. Ik ken hem heel goed. Ik val hem niet aan. We communiceren met elkaar. Maar ik heb meneer Belly ook gezegd. Sorry, je bent fout geweest. Eerlijkerwijs, je bent fout geweest. En hij heeft toegegeven en hij gaat er werk van maken, hoop ik. Om het recht te trekken. Ik heb hem duidelijk gezegd van Brada. Inochar en boom. Je blijft onze broeder. Wij blijven als Surinamers van elkaar houden. Maar inochar en boom. En hij heeft geluisterd. En ik hoop dat hij er wat mee doet. Dus dat parkeer ik daar. Dus, dus de Uluko Gomorra van Brangasa. Bravo heeft geroepen de afgelopen tijd. Bravo, waarom is het Sani? Bravo Taki 2021, die man moest spijt om mijn schulden. Daarom ik aan regering, noem maar comfort. Aan regering kon dan wel niet lege kast. Meneer Bravo, Ronnie Bravo, luister dan. Wat je daar zegt is een leugen. Als jouw president niet was gaan reizen, dan kon hij wel die dingen betalen. Hij is gaan reizen, hij heeft gekozen om te reizen. Hij heeft gekozen om met 20 man weg te gaan. Ze waren in een hoera stemming. Ze hebben gekozen om te feesten, om te genieten. Ze hebben gekozen om alles te doen wat eigenlijk niet mocht of niet kon. Ze hebben genoten. Dus in een contactie, dat je nog money no bende. Money bende genoeg. Ja? Money bende genoeg. Bravo. Dus in een kon leg uit, Fiber leg uit, dat die money no de. Money bende zat in akasi. Ja? En gezien je nog sap next, dat in een tak ook toe in tak wel ook mensen, mine sap if money bende of money no de, mine sabi, maar pay den pay man disi. Want ik had dat de pay man moest pay dat mine sabi, dus daarom ik met die takie moest leg uit takie, mensen, mine sabi if money no bende, toch? Maar ik ben pay den pay man disi, maar ik vergeet het. Dat meent ik toch? Dit is mijn smokko of de mijn nyang san sani nom nyang. Toch? Dan heb ik vergeet bepaalde sani. Die ben de na overtoom dape. Die ben leg uit. Bravo. Dat die chan moest, je gwa foto se chan moest ko tegi. No. De ome mone koi na kondre. En if you don't want VP, you ne sap ome mone koi na kondre. Huh? Pe de inkomste de fa kondre. Toch? Dan ano, you know kon anga uitleg dat die ben meki bari. Nou, mi aba filmpje pe chanta ka monego. Mi aba filmpje ja. Mi aba filmpje ja pe chanta ki a moni ego. Chanta ki a moni ego tap wan rekening fu wan fonds. En tanga nou, bravo no aksi chan pe a fonds de. Sot rekening fu a fonds. Bravo no aksi. Tanga nou, bravo no aksa sandati. Mama beri gerna overtoom. Dat tagwa foto chan mus kon tegen pa money and money fa kondre ego da nu ye kon taki pa ma mus pa if you president te ka money and money go yola dat ta peiri ka monego you be bar tak IMF kon na uka sorta tenti matanga nu istoite. Money de in a kasi, want ala moon money ekong. And stars only give them a biggie hap, pa money de. And buitenland give them a omen biggie, donasi, pa money de.
voor watersnood oplossing probleem. Paar money de. België geeft hem al 2 miljoen. Of 2 miljard paar money de. En money no start up centrale bank. Die is hier regelen ook bouten ze bij. Make alle de money dat start up centrale bank hier. Je kan dus zeggen wanneer alle de giften bij de terug te zien. Je kan gewoon lukken. Alle de money bij de terug te zien. Dat de maitaki bouten ze en zijn crew. Hebben gestolen. Lukken nou. Tide, mon leg u uit. Arki. Mon leg u uit. Zijn regering die ze doen. Binnenkort mon kieswaan. Mijn hoop dat mijn kies heen. Mon kieswaan offerte. Offerte voor zijn even in de plaats naar een zaal bij de maaibouw. Maar mijn goeie gebroken jongen even zijn. Voor de man die zijn roof aan moet. Een wandel bedrijf die bij actie aan 5 miljoen of ja 5 miljoen dan moet je eens van bedrijf actie 5 miljoen en trouwen actie 6 miljoen of 6,1 miljoen, dat betekent dat je atrabar drijf, oroko gif 5 miljoen atramoni de mopai onder tafragi de man dat die in de regering. Na so de mij make a money, so de mij make black a money. So de mij make black a money. So de mij a roof a kondre. Ja? If one bedrijf actie you 5 miljoen, dat betekent dat je in de marge no demoro fu gi yulek overheid ambtenaar sa omeki a offerte passeer fu keuring goed wa chow chap. Dus dat a 5 miljoen dat i no uno pa wa parkere uno ma te kaman dat i. Wa te kaman dit aksi moro diri wa fin wa hap dape wana dat na afgesproken in a deal. Na leka tori fu a woye fu in a highway dape fu mangre. Toch? Mangre fene money, mangre fene chow chap. Omdat akel kan de actie 3 miljoen. Dat tra 3 miljoen, de mou praat i 3,1 miljoen, de mou praat onderling, onder tafra. Na sa money me kikba. Bout de matak bouten se regering be showa money gwe. Ma bouten se regering be gwangen nanga kruiwagi. De man is gwangen nanga vrachtwagen en nanga vliegtuig. Toch? Dus, Sammy, wat leg u uit, toch, mensen? Unom bribi de man die zie. Unom bribi de man die zesrevi. Toch? Dan, die jullie koken morgen van, en jullie koken dat jongen. Waar gaan wij naartoe? In welke vaarwater zijn we in godsnaam beland? Toch? In welke vaarwater zijn we beland? Chandrika Prasad Santokhi is weer gegaan naar naar deze mensen. Naar mijn Ivo. Kom in Luku Ivo. Amango naar Ingi Dorpu. En Amango legde Amang gide mama buitenbord motor. Maar sem systeem sa Amang do voor sa verkiezing naar boven Suriname, Bronsweg, Alasei. Tegen dit sma over productie, dan mag ik ook kies de ingi sma na een PC, vakken en zo'n cheap zonnepaneel voor een firecon. Ja, die mensen zijn al lang blij dat ze weer een 10 vingers voor hun gezicht kunnen zien. Maar dan gaat hij weer die mensen beloven over productie die moet komen en dan gaan loude man na een motorboot. Ja, want ja, natuurlijk, ik zou het ook accepteren, toch? Maar president. Je bent bezig weer de mensen voor de gek te houden. En ik hoop niet dat deze Indianen erin trappen. Ik hoop het niet. Echt, ik hoop het echt niet. Als steun om het dorp Donderskamp Konomerome tot ontwikkeling te helpen brengen, is door president Chandrika Prasad Santokhi en LVV-minister Prahlad Sewdin een buitenboordmotor geschonken aan de lokale gemeenschap.
De gift was deel van het bezoek van een delegatie van de president aan het westen van Suriname. Het dringende transportprobleem werd benadrukt. Ter oplossing hiervan werden buitenbordmotoren, gladde platen, verf en andere materialen geschonken. De boot, het enige vervoermiddel, vereiste dringend een motor om te kunnen varen, zegt kapitein Roberto Joggi van Donderskamp. Aansluitend hierop deed minister Seudien de toezegging om de dorpsbewoners te ondersteunen bij het telen van groenten en fruit, evenals bij het gereedmaken van landbouwgrond. Dit proces zal worden begeleid door het ministerie van LVV. Ook zal er worden onderzocht hoe het dorp meer inkomsten kan genereren door het aantrekken van toeristen, waarvoor een speciale presidentiële werkgroep zal worden geïnstalleerd. Waar is op dat kon daaruit minangen met dat hier niet lekker het probleem bakken opnieuw zou, vooral wat het transport betreft. En gisteren nog, toen sabi dat die abotendoro ja zo followed, dat is recht bij hoor, niet followed, met water in de boot, met baby's, dan met dat nee, zo niet met dat na, moest de eerste instantie zou opdringen van hoe doe je awang. Buiten wordt dringend van hoede, omdat we weer nog een halve boot en een halve boot. Het gebied is hier om te kunnen geheel voor ontwikkelen economie. En dat moet via toerisme. Toerisme, mijn actiekaptein en alle kaptein mijn actie, die mijn pies grond, zei je liever, per mij kan mobiliseren wat uw investeerders komen. Met de bouw de cabana regio. En als het dorp is van bouwen, we zijn van vriend Lucas Kong, Udo Lajato, de Oerse Fekota Udo, bouwen cabana regio. Gide toerist. De vernieuwde Arawara-sluis in de Wayambo-rivier zal tevens voor werkgelegenheid zorgen. Daarom zullen er 4 dorpelingen worden opgeleid om de sluis, die op slechts 2 minuten varen van het dorp ligt, te bedienen. Deze sluis zal zorgen voor voldoende irrigatiewater voor de rijstteelt in Wageningen, wat de productie zal verhogen, meent het staatshoofd. Hier want we zijn bang. Landbouw, nou alle de dorpen, bakasander rijdappen, de umai van ananas. Alle ananas. We buy, they can make money. We make something. Binnenkort, we begin van een cassava, want we cassava fabriek ook om. Dan we buy de cassava voor hen. En minister die zie, hij kan wel machine komen voor India, to make marcousa saaf. Maar pa, zomaar moest praten aan marcousa. Maar zomaar moest praten aan het. Het staatshoofd beloofde dat er 300 zonnepanelen in Donderskamp en andere dorpen zullen worden geïnstalleerd. Als onderdeel van dit project zijn al 2 zonnepaneellampen geschonken om het pad naar de rivier dat ongeveer 300 meter van het dorp. Als steun om het dorp Donderskamp, Konomerome, tot ontwikkeling te helpen brengen, is door president Chandrika Prasad Santokhi en LVV-minister Prahlad Seudien een buitenboordmotor geschonken aan de lokale.